Fatima trakteert de groep op een uitstapje naar een andere unieke en schitterende locatie in Antwerpen. Voilà, Samana, we zitten hier nu in het Stedelijk Lyceum, de diamantafdeling. En we krijgen dan een woordje uiterlijk van Mark. Welkom iedereen op onze diamantafdeling. Nu is dit zijn leerlingen van het vierde en het vijfde jaar. Zij werken met echte diamant. Nu, wat is diamant? Diamant is eigenlijk zuiver gekristalliseerde koolstof. Dat we verwachten van Fatima, hè? Bling bling. Ik had al gezegd, een diamantenwijk misschien of zo. Of iets gaan kijken van, ja, maar dat is wel tof, hè? Allee, dus een keer zien hoe ze dat maken van zo'n ruwe, ruwe steen naar een diamant. Ik vind het wel leerrijk. Dus wat is nu eigenlijk diamantslijpen? Dat is het aanmaken van allemaal verschillende facetten op een ruwe steen. 57 in totaal. Om jullie het verschil te laten zien tussen een ruwe en een afgewerkte diamant. Hier zijn twee voorbeelden van. Zo is de ruwe steen zoals hij gevonden wordt onder de grond. Als hij geslepen is, ziet dat er zo uit. Ja, het is mooi, hè. Ze mogen er ook fier op zijn in Antwerpen dat ze zoiets hebben. En, Antwerpen is toch gekend als diamantstad, hè? Deze is dus ruwe. Steen. Elk diamant komt van een ruwe steen. Maar het is natuurlijk prachtig, hè? De natuur van een lelijk steentje naar een mooi diamantje. Het verhaal daarachter is natuurlijk wel mooi. Het is wel ongelooflijk hoe ze van zo'n steen zoiets kunnen maken, hè? Ook de ander blinkt nog niet of niets. Dan hier, allee, echt een mooie steen.